Hoofdstuk 7 van De Kermis der IJdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diët Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Crawley van Queen's Crawley. Tot de meest aanzienlijke namen die met een C beginnen, welke de Court Guide in het jaar 1800 en zoveel bevatte, behoorde die van Crawley, Sir Pitt, Baronet, Great Gaunt Street en Queen's Crawley, Hans. Deze geëerde naam had reeds jarenlang onafgebroken ook op de parlementslijst geprijkt, tezamen met die van een aantal andere eerbiedwaardige heren die om beurten de borough vertegenwoordigden. Er wordt met betrekking tot de borough van Queen's Crawley gezegd dat koningin Elizabeth, toen zij op een van haar rondreizen te Crawley ontbeet, zo verrukt was over een bijzonder lekker soort Hampshire bier dat haar toen aangeboden werd door de Crawley uit die dagen. Een knappe man met een keurige baard en goed gevormde benen, dat zij onmiddellijk Crawley tot een borough verhief, dat twee afgevaardigden naar het parlement mocht zenden. En vanaf de dag van het doorluchtig bezoek nam de borough de naam van Queen's Crawley aan, welke ze tot de huidige dag behouden heeft. En ofschoon door de loop der tijden en door die veranderingen welke de eeuwen in rijken, steden en boroughs teweeg brengen, Queen's Crawley niet langer zulk een bevolkte plaats was als in de tijd van koning Bess. Ja, zij was zelfs tot zulk een toestand vervallen die gewoonlijk met het woord beroerd betiteld werd. Toch placht Sir Pitt Crawley terecht op zijn elegante manier te zeggen: beroerd, loop heen, ze brengt mij een goede 1500 pond per jaar op. Sir Pitt Crawley, naar het vermaarde parlementslid genoemd, was de zoon van Walpole Crawley, eerste baronet van de commiserij, onder de regering van George II, toen hij aangeklaagd werd wegens verduistering, evenals een groot aantal andere eerlijke heren uit die tijd. En Walpole Crawley was, zoals nauwelijks vermeld hoeft te worden, de zoon van John Churchill Crawley, naar de beroemde bevelhebber uit de regering van koningin Anna genoemd. De stamboom die te Queen's Crawley hangt vermeldt verder Charles Stuart, later Barebones Crawley geheten, zoon van de Crawley uit de tijd van Jacobus I, en tot slot koningin Elizabeth's Crawley, die op de voorgrond van de plaats staat met zijn gevorkte baard en wapenuitrusting. Zoals gewoonlijk groeit uit zijn vest een boom, op welks hoofdtakken de bovengenoemde doorluchtige namen geschreven zijn. Dicht bij de naam van Sir Pitt Crawley, baronet, het onderwerp van dit gedenkschrift, zijn die van zijn broer, de eerwaarde Bute Crawley. Het vermaarde parlementslid was in ongenade toen de eerwaarde heer geboren werd. Predikant van Crawley cum Snilby en van verscheidene andere mannelijke en
vrouwelijke leden van de familie Crawley. Sir Pitt was eerst gehuwd geweest met Grizel, zesde dochter van Mungo Binkie, Lord Binkie en dientengevolge nicht van de heer Dundas. Zij schonk hem twee zoons, Pitt, niet zozeer naar zijn vader dan wel naar de goddelijke minister genoemd, en Rawdon Crawley, naar de vriend van de prins van Wales, die zijn majesteit George de Vierde zo geheel vergat. Vele jaren na het overlijden van Lady Crawley leidde Sir Pitt Rosa, dochter van de heer G. Grafton van Mudbury, naar het altaar, bij wie hij twee dochters had, in het belang van welke mejuffrouw Rebecca Sharp nu als gouvernante aangesteld was. Men zal zien dat deze jonge dame in een familie met zeer deftige connecties kwam, en dat zij op het punt stond een veel aanzienlijker kring binnen te treden dan de nederige sfeer in Russell Square, welke zij zo even verlaten had. In een briefje, op een oude envelop geschreven, had zij de opdracht ontvangen naar haar leerlingen toe te gaan, en het bevatte de volgende woorden: Sir Pitt Crawley verzoekt mejuffrouw Sharp en haar bagage hier dinsdag te zijn, daar ik morgenochtend vroeg naar Queen's Crawley gaat, Great Gaunt Street. Voor zover Rebecca wist, had zij nooit een baronet gezien, en zodra zij afscheid van Amelia had genomen en de guineas welke de goedhartige heer Sedley voor haar in een beurs deed, geteld had, en zodra zij haar ogen niet langer met haar zakdoek afveegde, iets waarmee zij ogenblikkelijk ophield toen het rijtuig de hoek van de straat om was, begon zij zich een voorstelling te maken hoe een baronet er wel uit zou zien. Zou hij een ster dragen, dacht zij, of dragen alleen lords sterren? Maar hij zal wel mooi gekleed zijn in hofkostuum met ruches, en zijn haar wat gepoederd, zoals de heer Broughton in Covent Garden. Ik veronderstel dat hij verschrikkelijk verwaand zal zijn, en dat ik met de grootste minachting behandeld zal worden. Toch moet ik mijn hard lot zo goed mogelijk dragen. Ik zal tenminste met mensen van aanzienlijke geboorte verkeren, en niet met ordinair stadsvolk. En zij begon over haar vrienden te Russell Square na te denken met een soortgelijke filosofische bitterheid, als waarmede de vos in een zekere fabel over de druiven spreekt. Nadat het rijtuig van Gaunt Square Great Gaunt Street inreed, stopte het eindelijk voor een hoog, somber huis tussen twee andere hoge, sombere huizen, elk met een rouwschild boven het middelste raam van het salon, zoals de gewoonte van de huizen in Great Gaunt Street is, in welke sombere plaats de dood eeuwig schijnt te heersen. De luiken voor de vensters der eerste verdieping van Sir Pitt's huis waren gesloten, die van de eetkamer waren gedeeltelijk open en de rolgordijnen netjes in oude couranten gewikkeld. John de stalknecht, die het rijtuig alleen gereden had, had geen zin af te stappen om te schellen, en dus verzocht hij een voorbijgaande melkjongen
dit voor hem te willen doen. Toen de bel geluid was, verscheen een hoofd tussen de eetkamerluiken en werd de deur geopend door een man in vaalbruine korte broek en slopkousen, met een vuile oude jas, een smerige oude halsdoek om zijn borstelige hals gebonden, een glimmend kaal hoofd, een sluw rood gelaat, een paar flikkerende grijze ogen en een mond die eeuwig grijnsde. "Hier, Sir Pitt Crawley," zegt John vanaf zijn bok. "Tja," zegt de man aan de deur met een hoofdknik. "Haal deze koffers er dan eens af," zegt John. "Haal ze er zelf af," zegt de portier. "Zie je dan niet dat ik mijn paarden niet in de steek kan laten? Kom, help een handje, mijn waarde. Dan zal de juffer je een biertje geven," zeide John met een luide, ruwe lach, want hij behandelde juffrouw Sharp niet langer met eerbied, daar haar connectie met de familie verbroken was en daar zij bij haar vertrek niets aan het personeel had gegeven. De kale man nam zijn handen uit zijn broekzakken, trad naderbij en juffrouw Sharp's koffer op zijn schouder nemend, droeg hij die in huis. "Neem deze mand en sjaal en open het portier," zeide juffrouw Sharp en steeg hevig verontwaardigd uit het rijtuig. "Ik zal aan de heer Sedley schrijven en hem van je gedrag op de hoogte stellen," zeide zij tot de stalknecht. "Doe dat niet," antwoordde die functionaris. "Ik hoop dat u niets vergeten heeft." "Juffrouw Melia's japonnen, heeft u ze?" "Die de kamenier gehad zou hebben. Ik hoop dat ze zullen passen." "Sluit de deur, Jim. Niet veel van haar te halen," vervolgde John met zijn duim naar juffrouw Sharp wijzend. "Niet veel zaaks, zeg ik je. Niet veel zaaks." En met deze woorden reed de staljongen van de heer Sedley heen. De waarheid is dat hij verliefd op de kamenier in kwestie was en hevig verontwaardigd dat zij van haar emolumenten beroofd werd. Toen zij op bevel van de persoon in slopkousen de eetkamer binnenging, zag Rebecca dat dit vertrek niet vrolijker was dan zulke kamers meestal zijn, als deftige families uitstedig zijn. De trouwe kamers schijnen, als het ware, de afwezigheid van hun meester te betreuren. Het Smyrna-tapijt heeft zich opgerold en zich gemelijk onder het buffet teruggetrokken. De schilderijen hebben hun aangezicht achter oude vellen bruin papier verborgen. De hanglamp is in een sombere zak van grove bruine katoen gewikkeld. De gordijnen zijn verdwenen onder allerlei slordige overtrekken. Het marmeren borstbeeld van Sir Walpole Crawley kijkt uit zijn donkere hoek naar de kale planken en het ingesmeerde haardstel en de ledige kaartenrekken boven de schoorsteenmantel. Het likeurkeldertje heeft zich achter het karpet verscholen. De stoelen staan om en om en op elkaar tegen de muren. En in het donkere hoekje tegenover het borstbeeld zit een ouderwetse Norse messendoos die afgesloten is op een dientafeltje. "Middageten gehad, veronderstel ik. Niet te warm voor u? Een beetje bier hebben." "Waar is Sir Pitt Crawley?" zeide juffrouw Sharp majestueus. "Ha ha, ik ben Sir Pitt Crawley. Vergeet niet dat u mij een halve liter schuldig is voor de bagage. Ha ha,
Vraag maar aan Tinker, juffrouw Sharp, mejuffrouw de gouvernante, mejuffrouw de werkvrouw. Ha, ha! De dame die als juffrouw Tinker aangesproken werd, verscheen op dat moment met een pijp en een zakje tabak, waar zij een ogenblik voor juffrouw Sharp's aankomst op uitgezonden was, en zij overhandigde deze voorwerpen aan Sir Pitt, die bij het vuur plaatsgenomen had. Waar is de farthing? Zeide hij. Ik heb je anderhalve stuiver gegeven. Waar is het geld dat je over hebt, oude Tinker? Daar, antwoordde juffrouw Tinker, het geldstuk neergooiend. Alleen een baronet bekommert zich om een farthing. Een farthing per dag is 7 shilling per jaar, antwoordde het parlementslid. 7 shilling per jaar is de rente van 7 guineas. Als je op de farthings past, dan komen de guineas vanzelf. Je kunt ervan op aan dat het Sir Pitt Crawley is, jonge dame, zeide juffrouw Tinker gemelijk, want hij past op de kleintjes. Je zult hem wel gauw beter kennen. En mij niet minder aardig vinden, juffrouw Sharp, zeide de oude heer bijna beleefd. Ik moet rechtvaardig zijn, voor ik edelmoedig kan wezen. Hij heeft nog nooit van zijn leven een farthing weggegeven, gromde Tinker. Nog nooit. En ik zal het ook nooit. Dat is tegen mijn principe. Haal nog een stoel uit de keuken, Tinker, als je wilt zitten, en dan zullen wij een hapje eten. Spoedig daarop stak de baronet een vork in het steelpannetje op het vuur en haalde er een stuk pens en een ui uit, welke hij in 2 vrij gelijke porties verdeelde en welke hij en juffrouw Tinker nuttigden. Weet u, juffrouw Sharp, als ik niet hier ben, krijgt Tinker kostgeld. Als ik in de stad ben, eet ze met de familie. Haha, ik ben blij dat juffrouw Sharp geen honger heeft. Jij ook niet, Tinker? En zij vielen op hun karig souper aan. Na het souper stak Sir Pitt Crawley een pijp op, en toen het helemaal donker was, stak hij de talkkaars in de tinnen kandelaar aan en haalde uit een oneindig diepe zak een enorme massa papieren en begon die te lezen en te rangschikken. Ik ben hier voor rechtszaken, mijn lieve kind, en daarom zal ik morgen het genoegen van zulk een aardige reisgenoot te hebben. Hij is altijd met rechtszaken bezig, zeide juffrouw Tinker, en nam de pot bier op. Om beurten drinken, zeide de baronet. Ja, mijn lieve kind, Tinker heeft gelijk. Ik heb meer rechtsgedingen verloren en gewonnen dan enig man in Engeland. Kijk eens aan. Crawley, baronet, tegen Sneffel. Ik zal hem wel klein krijgen. Of mijn naam is geen Pitt Crawley. Podder en nog iemand tegen Crawley, baronet. Armvoogden van de parochie Sneel tegen Crawley, baronet. Zij kunnen niet bewijzen dat het gemeenschappelijk bezit is. Ik zal ze tarten. Het land is van mij. Het behoort evenmin aan de parochie als aan u of Tinker hier. Ik zal ze verslaan, al zou het me 1000 guineas kosten. Kijk deze papieren maar eens in. U mag, als u wilt, mijn lieve kind. Schrijft u netjes. Ik zal ervoor zorgen dat u zich nuttig maakt, als wij te Queen's Crawley zijn.
Wees daar verzekerd van, juffrouw Sharp. Nu de douairière dood is, heb ik iemand nodig. Zij was even erg als hij, zeide Tinker. Zij vervolgde al haar leveranciers en zond 48 knechts in 4 jaar weg. Zij was erg gierig, zeide de baronet eenvoudig. Maar zij bewees mij onschatbare diensten en zij spaarde mij een rentmeester uit. En in deze vertrouwelijke trant zette hij het gesprek geruime tijd voort, tot groot vermaak van de nieuw aangekomene. Wat ook Sir Pitt Crawley's hoedanigheden mochten zijn, goed of slecht, hij verbloemde ze niet in het minst. Hij sprak voortdurend over zichzelf, soms in het grofste Hampshire volksdialect, terwijl hij somtijds de toon van een man van de wereld aannam. En aldus wenste hij juffrouw Sharp goedenacht, nadat hij bevolen had om te 5 uur 's morgens gereed te zijn. U slaapt vannacht bij Tinker, zeide hij. Het is een groot bed en er is ruimte voor 2. Lady Crawley stierf erin. Goedenacht. Na deze zegen ging Sir Pitt heen en de plechtige Tinker, de tallekaars in de hand, ging haar voor de grote kille stenen trap op, voorbij de grote droefgeestige salondeuren met de knoppen in papier gewikkeld, naar de grote slaapkamer aan de voorkant, waar Lady Crawley de laatste adem uitblies. Het bed en de kamer waren zo begrafenisachtig en somber dat men zich zou kunnen verbeelden dat Lady Crawley niet alleen in deze kamer stierf, maar dat haar geest er nog toefde. Rebecca sprong echter met de grootste levendigheid in het vertrek rond en gluurde in de grote garderobes en kasten en probeerde de laden die op slot waren en bekeek de sombere schilderijen en toiletbenodigdheden, terwijl de oude werkvrouw haar gebeden opzeide. Ik zou niet graag zonder een zuiver geweten in dit bed slapen, juffrouw, zeide de oude vrouw. Er is ruimte genoeg voor ons en een half dozijn geesten, zegt Rebecca. Vertel mij eens alles van Lady Crawley en Sir Pitt Crawley en allemaal, mijn lieve juffrouw Tinker. Maar de oude Tinker liet zich niet door deze kleine vraag al uithoren en haar te kennen gevend dat dit bed een plaats om te slapen en niet om te praten was, begon zij zo hevig te snurken als alleen de neus der onschuld dat vermag. Rebecca lag lange, lange tijd wakker, denkend aan de dag van morgen en aan de nieuwe wereld welke zij op het punt stond te betreden en aan haar kansen op succes daar. De kaars flikkerde in de kom. De schoorsteenmantel wierp een grote, donkere schaduw over de helft van een verteerde oude borduurlap die Lady Crawley ongetwijfeld gewerkt had, en over 2 kleine familieportretten van jonge knapen, 1 in studentenkleding en de andere in rode soldatenjas. Toen zij ging slapen, koos Rebecca de laatste om van te dromen. Om 4 uur, op zulk een stralende zomerochtend, die zelfs Great Gaunt Street een vrolijke aanblik verleende, wekte de trouwe Tinker haar slaapkameraad, verzocht haar zich voor het vertrek gereed te maken, deed de bouten
en grendels van de groote haldeur, wier gerammel en gerinkel de slapende echo's in de straat deden schrikken, liep naar Oxford Street en riep een rijtuig van een standplaats daar. Het is onnodig om in bijzonderheden te treden omtrent het nummer van het voertuig of omtrent het feit dat de koetsier daar zo vroeg gestationeerd was in de buurt van Swallow Street, in de hoop dat de een of andere jonge fat die zich waggelend naar huis begaf van de kroeg de hulp van zijn voertuig nodig mocht hebben en hem met de edelmoedigheid der dronkenschap zou betalen. Het is eveneens onnodig te vermelden dat de koetsier, indien hij zulk een hoop koesterde, als hierboven vermeld wordt, hevig teleurgesteld was, en dat de waarde baronet, die hij naar de City reed, hem geen stuiver meer gaf dan zijn vracht. Het was nutteloos of Jehu al smeekte of raasde, of hij juffrouw Sharp's hoedendozen al in de modder wierp en zwoer dat hij zijn vrachtje zou aanklagen. Wees verstandiger, zeide een der stalknechts. Het is Sir Pitt Crawley. Juist, Joe, riep de baronet goedkeurend, en ik zou de man wel eens willen zien die mij er in kan laten lopen. En ik ook, zeide Joe gemelijk, grijnzend, terwijl hij de bagage van de baronet bovenop de diligence plaatste. Bewaar de bok voor mij, riep het parlementslid tot de koetsier, die, ja, Sir Pitt, antwoordde, aan zijn hoed tikkend en met woede in zijn hart, want hij had de bok aan een jonge heer uit Cambridge beloofd, die hem zeker een kroon gegeven zou hebben. En juffrouw Sharp werd van een plaats op de achterbank voorzien, binnen in het rijtuig, dat haar, om zo te zeggen, de wijde wereld inreed. Het is niet nodig hier te vermelden dat de jonge man van Cambridge zijn 5 overjassen nors voorop legde, maar er mede verzoend was toen de kleine juffrouw Sharp het rijtuig verlaten moest en naast hem bovenop moest zitten, waarop hij haar in een van zijn overjassen hulde en in een volmaakt goed humeur geraakte. Dat de astmatische heer, de preutse dame, die op haar erewoord verzekerde dat zij nog nooit per diligence gereisd had. Er is altijd zulk een dame in een diligence, helaas, was, want de diligences, waar zijn zij gebleven? En de dikke weduwe met de cognacfles binnenin plaatsnamen, dat de kruier hen allen om geld vroeg en 6 stuivers van de heer en 5 vette halve stuivers van de dikke weduwe kreeg, en dat de koets eindelijk wegreed, dat ze zich nu eens een weg door de donkere nauwe straten van Aldersgate baande, dan weer ratelend de blauwe koepel van St. Paul's passeerde, met een luid gerinkink voorbij de vreemdelingeningang van Fleet Market reed, welke, evenals de Exeter Exchange, nu naar het Schimmenrijk vertrokken is, dat zij de Witte Beer in Piccadilly achter zich lieten en de dauw van de moestuinen van Knightsbridge zagen opstijgen, dat zij door Turnham Green, Brentford, Bagshot reden. Maar de schrijver van deze bladzijden, die vroeger en met hetzelfde heldere weer, dezelfde
merkwaardige reis gemaakt heeft, kan er slechts met een zoet en teder gevoel van spijt aan terugdenken. Waar is de weg nu en zijn vrolijke voorvallen? Is er geen Chelsea of Greenwich voor de oude, eerlijke koetsier met zijn neus vol puisten? Ik vraag mij af waar zij zijn, die goede kerels. Is de oude Weller levend of dood? En de kelners en de herbergen waar zij bedienden, en de koude runderschijven en de dwergachtige staljongen met zijn blauwe neus en rinkelende emmers. Waar is hij en waar is zijn geslacht? Voor de grote genieën, nu nog in lange kleren, die romans voor de kinderen van de geëerde lezer zullen schrijven, zullen deze mensen en dingen evengoed legende en geschiedenis zijn als Nineveh of Richard Leeuwenhart of Jack Shepherd. Voor hem zal de diligence fictie geworden zijn, een span van 4 donkerbruine paarden, even fabelachtig als Bucephalus of Black Bess. Ach, hoe glom hun huid als de stalknechts hun dekens wegnamen en zij wegreden. Ach, hoe sloegen hun staarten als zij bij de volgende pleisterplaats met dampende flanken preuts naar de binnenplaats van de herberg stapten. Helaas, wij zullen nooit meer de hoorn te middernacht horen toeteren of de tolhekken nooit weer zien opengooien. Waarheen brengt ons echter de lichte diligence van Trafalgar, welke slechts 4 personen binnenin kan bevatten? Laten wij ons de Queen's Crawley laten afzetten zonder verdere uitweiding, en laten wij zien hoe juffrouw Rebecca Sharp het daar maakte. Einde van hoofdstuk 7.